Heb jij nou nooit het, ja, maar heb jij nou nooit het idee, was ik maar trainer van Ajax? Nee. Want nee. Die spelen mooi voetbal, of niet? Die hebben een goede trainer. Nou, dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ja? Ja, want Van Gaal heb jij toch wel eens een beetje in het begin een beetje in de maling genomen, toch? Nee, nee, dat die dingetjes opschreven en zo, nou je dat een beetje... Toch? Nee, dan maak je een fout. Dan maak je, kom maar. Dan maak iedereen een fout. Ik heb gezegd van... Ja. Vroegen ze mij van, hij schrijft die dingen op, waarom jij niet? Ja. Nou, omdat hij ze opschrijft en hij met een blok zit, hoef ik er niet met een blok te zitten. Nee. Nou, maar het is zijn goed recht dat hij met een blok zit, dat ze mijn zorgen zijn. Als je die met de krant, dat interesseert mij toch niet. Nee, maar jij nam dat toch een beetje in de maling. Nee, dat is zoiets van, die Van Gaal die zijn dingen op te schrijven. Ja, jij begint nou ook weer te zeggen. Ja, maar het is toch zo? Dat heb je toch dat gedaan? Dat is niet zo. Van Gaal is in brandpunt geweest, maar dat is zogenaamd is van de KRO, dacht ik, hè? Ja, dat is KRO. Ze zijn nog een beetje vroom, maar daar ben ik intussen achter dat het vaak mensen zijn die het heel dik hier hebben zitten. Maar daar zijn ze katholiek voor, Willem. Ja. Ga door. Dus ik zit met die mensen hier te praten. Een half uur over Van Gaal, want dat hadden ze een uitzending over. Nou, half uur opgenomen, niet één seconde uitgezonden, omdat er niets vervelends in was over Van Gaal. Nou, en zo is het tegenwoordig, dacht ik, de journalistiek. Nou, dat is iets geks. En vandaar dat jij tot de conclusie komt dat Van Gaal en ik als kat en hond tegenover elkaar staan. Dat is helemaal niet zo. Is niet zo? Nee. Nou, vrienden is ook weer veel natuurlijk, hè? Dan kom je bij elkaar thuis. Ja, dat is ook weer veel. Dat is ook weer veel. Je moet het ook weer niet gaan overdrijven. Dat is ook weer veel. Maar goed. Het kan nooit zo zijn dat je echt vrienden bent als er één trainer is bij Ajax of de één. Nee. En jij bent Feyenoord, dat kan niet. Tot hoe lang loopt je contract nog hier? Dan moet ik even kijken, want ik heb het net binnen gehad dus. Nou, je moet opzeggen. Of zij zeggen op. Nee, jij moet opzeggen. Wat moet ik opzeggen? Het contract maar wat ik met Feyenoord. Hoezo? Nou, je kan hier toch niet tot in de eeuwigheid blijven. Dus dan kun je volgens mij nu beter weggaan. Ja, maar weet je... Ga maar naar een andere club. Ik sla jou wat hoger aan als Jack van Gelderen. Ja? Ja. Die kwam gisteren daar ben ik ook wel blij mee, ja. Ja, die kwam gisteren ook al met zo'n opmerking. Wat zei die? Van, is het niet zo dat Van Hanegem al te lang bij Feyenoord zit? Dan denk ik, ja, ik zit hier 2,5 jaar. Dan denk ik, waar bemoeit hij zijn eigen mee, hè? Daar heeft Jack niks mee te maken, nee, maar ik wel. Ja. Ik wel. Dat is even andere koek natuurlijk. Ik zie hem godverdomme al 20 jaar op de tv. En ik heb hem steeds... Ja. Ik heb het steeds minder zien worden. En dan gaat hij vertellen tegen Wietse, vind je dat de trainer te lang is bevuilend. Nou. Dat moet Jack niet doen, daar ben ik het wel mee eens. Ja, gelukkig. Het gaat er bij mij om van, heb ik er plezier in? Waar ik werk of geen plezier in. Ja. En dat vind ik belangrijker als dat ik denk van ik moet daar en daar komen op een gegeven moment. Oké, dus de conclusie luidt, je hebt er nu plezier in bij Feyenoord. Ja. Dus jij wil bij Feyenoord blijven? Ja. Dus dat is de conclusie? Ja, omdat ik het naar mijn zin heb. Goed. Gaan ze dan iets mooier voetballen? Jij bent een Ajax-fan. Nee. Ik ben een fan van mooi voetbal. Kijk, wij moeten gewoon ten opzichte van elkaar. Ja. Moeten we allemaal eerlijk zijn. En als jij een fan bent van Ajax. Weet je hoe vaak ik hier heb gezeten voor Koen Moulijn, man? Dat neemt niemand je kwalijk. Dat is toch helemaal niet erg, Harry? Voor Koen heb ik hier gezeten. Mijn hele jeugd. Wat nou Ajax? Nee, ik vind het helemaal niet erg. Hoe kom je daar nou bij? Dat is die frustratie van die Rotterdammers. Die altijd tegen ons beginnen van, jullie zijn voor Ajax. Waarom nou? Ik heb geen club, sorry. Ik ben alleen niet voor PSV. Het is niet mijn club. Stelt hij dat gerust? Ja. Nee. Kijk, daar word je blij van, hè? Ja. Dan word ik weer veel. Nee.